Het zaalvoetballen bracht El Hattaj naar België, Duitsland en zelfs Indonesië. Vorig seizoen speelde de Vlissinger bij het Duitse Fortuna Düsseldorf en een nieuw buitenlands avontuur lonkte. Maar met al zijn ervaring op zak koos hij ervoor zijn oude club de helpende hand te bieden. Ik heb hier een aantal wedstrijden gezien en dat deed mij gewoon echt zeer. En dat heeft mij wel een beetje doen overtuigen van hey, zet al die andere zaken opzij. En dit is een club die je van kleins af aan hebt opgebouwd. En nu kan ik mijn verantwoordelijkheid pakken. En dat zijn ook gewoon de mensen buitenom de club, ook gewoon echte Zeeuwen, echte Vlissingers die zeggen van hey, Galit, sluit nou aan. En dat deed toch wel wat met mij, waardoor ik toch wel die keuze heb gemaakt. En daar zijn ze maar wat blij mee bij Groene Ster. Want El Hattaj doet terugverlangen naar de gloriejaren van de club, toen de Vlissingers vriend en vijand verrasten in de eredivisie. Ja, ik merk wel dat de jongere spelers wel enorm opkijken naar de oudere spelers. Dan heb ik het niet alleen over mezelf, maar ook over een Morad, een Abdul en een Josimar. Daar kijken ze wel enorm tegenop. Alleen, ja, ik ben een persoon die best wel kritisch kan zijn en ook heel hard. En, maar ik heb wel het gevoel dat zij dat begrijpen en dat ik niet iemand daarmee tekort doe en dat iemand daarmee gaat stagneren in zijn spel. De assist van El Hattaj moet de Groene Ster dit seizoen helpen te overleven in de verliezerspoel van de Eredivisie. De viervoudig Oranje International denkt dat hij ook buiten de lijnen een belangrijke rol kan vervullen. Wat ik eigenlijk het meeste probeer mee te geven is dat alles begint bij hard werken. Dat valt ook te trainen, een winnaar zijn. En dat moet je dan nu hebben, vooral op die vrijdagen. Nu je zeker in de verliezerspoel meedoet. En dat is eigenlijk hetgene wat ik ze echt voornamelijk meegeef. En het coachende aspect van blijven praten met elkaar, communiceren in het veld. En daarmee heb je al een streepje voor op de rest die dat niet doet. De verloren zoon tekende bij Groene Ster een contract voor slechts een half jaar. Hoe lang ze in de Baskensburg dus van El Hattaj kunnen genieten, is nog maar de vraag. Ik heb nu gekozen voor een half jaar. En ik denk dat het ook goed is voor de Nederlandse zaalvoetbal dat ze mij weer een keer zien. Ik denk dat het alweer 4, 5 jaar geleden is dat ik weer in Nederland actief ben geweest. En wat daaruit voortvloeit zien we dan wel. Alleen zoals ik al zei, het belangrijkste is nu gewoon Groene Ster erin blijven houden. En daar gaan we voor.